Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. En vandaag wil ik het met jullie hebben over waarom dat het eigenlijk enkel maar werkt wanneer dat je die dingen doet die goed voor je voelen. En eigenlijk klinkt dat wel heel logisch, maar dan nog gebeurt het veel te vaak dat wij mensen ervoor kiezen om dingen te doen zoals we denken dat anderen het zouden moeten doen. Zeker wanneer dat het gaat over zaken waar we onszelf nog niet volledig zeker in voelen. En dan denk ik maar aan de overschakeling van het zijn van een werknemer naar het zijn van een ondernemer bijvoorbeeld. Dan merk ik dat het in het begin van mijn ondernemerschap het moeilijk was om daar in mijn eigen gevoel te volgen. Omdat ik dat net daar heel onzeker in was. En dat maakte natuurlijk dat ik heel veel ben gaan leren en cursussen gaan volgen, business coaches ben gaan volgen, om te gaan kijken van oké, hoe doen die dat? Wat maakt dat zij succesvol zijn? En op welke manier kan ik dat dan gaan integreren op een manier die voor mij ook oké aanvoelt? Nu, hetgeen wat ik daarin geleerd heb en waar ik nu ondertussen op een punt gekomen ben, is dat de dingen zoals ik het toen aangeleerd heb, de meeste zaken niet werken. Niet voor mij. Waarom? Omdat dat niet in lijn is, niet afgestemd is op mijn energie. Op hetgeen wat ik kom leren. Op hetgeen wat ik meebreng en hetgeen wat ik onderwijs aan andere mensen. Dus dat zorgde ervoor dat ik een manier moest gaan zoeken. En dus eigenlijk weer opnieuw naar binnen moest gaan. Om te gaan kijken van wat werkt voor mij. En wat maakt dat iets wat werkt voor iemand anders, dat eigenlijk een heel bewezen techniek is, dat dat voor die wel werkt en voor mij dan weer niet. En elke keer kwam het eigenlijk op hetzelfde neer. Dat de overtuiging die ik rond had, niet in lijn waren met mijn diepste zelf. Niet in lijn waren met de wijsheid en de kennis die mijn ziel reeds verworven had uit vorige levens. Want het is niet de eerste keer in dit leven dat ik een ondernemer ben. Nee, zeker niet. Ik heb verschillende levens gehad waarin ik als man dan een ondernemer was, een succesvolle ondernemer was. Maar van waaruit dat dan eigenlijk de zaken die ik deed, dan eigenlijk ook voornamelijk vanuit die mannelijke energie neergezet werden. Dus wat maakt dat het nu deze keer anders is, is omdat het nu mijn taak was om een missie en les is, om eigenlijk hetzelfde te gaan doen. Dus eigenlijk een succesvolle onderneming neer te gaan zetten. Zodanig dat het mij vrijheid geeft om te kunnen gaan doen wat ik wil gaan doen. En wat ik hier moet komen doen. Maar niet zozeer meer vanuit die puur mannelijke logische energie. Maar veel meer vanuit de vrouwelijke energie. Veel meer vanuit die flow. Veel meer vanuit het afstemmen. Veel meer vanuit de moeiteloosheid. Omdat wanneer dat ik ideeën krijg en ik stem af op die energie en ik geef mezelf ook de tijd en de ruimte om dat ook in afstemming verder neer te zetten en te gaan creëren, dan merk ik dat ik inderdaad op flow ga gaan creëren en ga co-creëren met het universum. En dat is het stuk wat ik eigenlijk ook geleerd heb. En dat er eigenlijk voor zorgt dat ik de laatste jaren ook meer en meer gewoon enkel maar datgene ga doen wat dat goed voelt voor mij. En momenten waarop dat ik merk dat ik het te veel moet gaan aantrekken, of te veel echt als een job gaan zien, of als een moeten gaan zien, en niet meer de vervulling eruit haal, dan weet ik dat het is omdat ik inderdaad veel te ver afgeweken ben van wat mijn ziel me eigenlijk komt tonen, van wat ik eigenlijk wil gaan neerzetten. En dan is het eigenlijk weer een punt van terug te keren naar van oké, wat maakt dat ik mij hier nu, waarom moet ik hier nu aan trekken en sleuren? Wat maakt dat het niet meer stroomt? Waar probeer ik te veel controle te houden? En vaak is het zo dat ik dan eigenlijk mezelf erop betrap dat het te maken heeft ook met materiële zekerheden, met financiële veiligheid, met een plotse verandering in inkomsten bijvoorbeeld, waardoor dat stukje van mezelf nog steeds gaat reageren vanuit het oude. En dus dat is ook hetgeen wat je leert doorheen je proces van bewustwording. Dat je eigenlijk laag voor laag gaat gaan ontdekken
om te gaan kijken van wat past er nog bij mezelf, wat werkt er nog en wat werkt er niet. En dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld waarom ik de afgelopen weken heb besloten om geen individuele sessies en geen readingen meer aan te bieden. Niet omdat ik het niet kan, maar omdat mijn tijd beperkt is. Mijn tijd is beperkt, mijn energie is beperkt en het is mijn taak om zoveel mogelijk mensen te gaan helpen. En dat is ook de reden waarom dat ik vorig jaar en dit jaar gestuurd werd om dat groepstraject te maken. Omdat je natuurlijk in groep en zeker de manier waarop het opgezet is, heel veel of meer mensen kan gaan dienen, gaan ondersteunen. Waar dat, wanneer je telkens maar gewoon één op één werkt, dan zit je vast en beperkt in tijd en in ruimte. Dan zit je beperkt in het feit dat je maar een x aantal gesprekken per dag kan doen. En zeker de manier waarop dat ik werk, heb ik mezelf toegewijd aan maximum 2, soms uitzonderlijke situaties, 3 gesprekken op een dag. Omdat het anders veel te veel van mijn energie vraagt. En dus ook daar is belangrijk, en wil ik jou dat als voorbeeld geven, omdat het belangrijk is dat je gaat gaan voelen van oké, wat voelt er oké voor mij? Wat voelt kloppend aan voor mij? Wat werkt voor mij? En waar vooral voel ik mij goed bij? Wat geeft mij energie om te gaan doen? En ik haal energie uit het kunnen schrijven. Ik haal energie uit kunnen creëren, uit deze video's maken. Maar ook uit het verbinden met mensen zelf, meegaan en meelopen in hun proces. En dus daarom moest er het een en het ander ook weer veranderen in mijn onderneming. En ja, dat is beangstigend, omdat je dan ook weer gaat gaan zien van oké, als ik nu niet meer die losse sessies aanbied, dan zijn er misschien mensen waar ik niet mee verder kan helpen. Maar ook daar is het weer belangrijk om te gaan vertrouwen dat, één, het is niet mijn verantwoordelijkheid om met iedereen samen te werken. Het is mijn verantwoordelijkheid om met diegenen samen te werken die zich geroepen voelen en ze resoneren met mijn energie. Omdat dat dan de grootste verandering, de grootste groei teweeg zal brengen. En twee, wanneer dat je de dingen doet die goed voelen, dan doe je het altijd vanuit licht en liefde, vanuit die hogere vibratie, vanuit die hogere frequenties. En dat maakt dat je dan sowieso ook weer die inkomstenstroom van geld die binnenkomt, inkomsten die binnenkomt, maar ook weer naar buiten gaat, dat dat eigenlijk ook gewoon net zoals inademen en uitademen blijft bestaan. En dat is hoe dat co-creatie gebeurt. Co-creatie gebeurt wanneer je ideeën ontvangt, eigenlijk out of the blue. Waarvan je eigenlijk gewoon weet van ja, ik was open om te ontvangen, want dat plopte in mijn hoofd terwijl je aan het afwassen was, terwijl je aan het streken was, terwijl je onder de douche stond, tijdens de meditatie of wat dan ook. Dat is eigenlijk het moment waarop je merkt dat je open staat om te ontvangen en dat je niet jezelf via je gedachten blokkeert en dat is eigenlijk die stroom gaan blokkeren. En dan is het eigenlijk ook heel eenvoudig om dat ook door te trekken naar al de rest. Je ontvangt een idee, maar daarom betekent dat niet onmiddellijk dat jouw tegen morgen of overmorgen of volgende week dat volledige idee moet neergezet worden. Ook daar mag dat idee natuurlijk ontstaan. Ik heb nu al een idee gekregen waar ik volgend jaar mee aan de slag ga gaan. Of waar ik volgend jaar mee echt wil werken met klanten. En vooral lichtwerkers die ook als ondernemer hun passie willen neerzetten. Maar dat is nu nog niet klaar. Dat zit nu nog in de cocon. Dat is een klein zaadje die gekoesterd moet worden. Die gevoed moet worden. En die de tijd moet krijgen om rijp te worden. Dat is net hetzelfde als je een cake bakt of een gerecht klaarmaakt. En je haalt het te vroeg uit de oven of van het vuur. Dan is het niet voldoende doorkookt, dan is het niet lekker, dan is het veel te vroeg eruit gehaald. En dat is net met alles zo. Dus wanneer dat je video's bekijkt rond de wet van aantrekking, rond het manifesteren, rond wat dat dan ook maar is, zolang dat jij niet open bent om te ontvangen en enkel maar de dingen doet vanuit controle, omdat je denkt en gezien hebt dat anderen dat ook deden en dat werkte bij hen, dan nog ga je dat niet. Ga je niet in staat zijn om hetzelfde resultaat te bereiken, omdat je nog altijd vasthangt aan dat resultaat, omdat je nog altijd probeert controle te houden over dat resultaat met jouw gedachten. En zeker als je dingen doet die niet goed voelen voor jou, maar dat je gewoon doet omdat ik het bijvoorbeeld gezegd heb, of omdat je het ergens gelezen hebt, of omdat je het hebt gehoord van iemand anders dat het werkt. Ook dan gaat het niet werken. Want het belangrijkste is in manifestatie is je goed voelen.
De dingen doen die goed voelen voor jou, die werken voor jou, die passen bij wie dat je bent, bij jouw ziels, bij je frequentie. En van daaruit, dat is het afgestemd actie ondernemen. Dat is in lijn met jouw ziel, jouw leven vormgeven. En dus, wanneer dat het gaat over geld ontvangen, geld manifesteren, dan is het eigenlijk even... Eigenlijk hetzelfde proces wanneer dat je ideeën ontvangt. En dat is het stuk waarin dat je dan zegt van oké, dat is hetgeen dat ik wil manifesteren. En dan laat ik het los, ga ik door met mijn dag, ga ik andere dingen gaan doen. En ga ik de doeling doen waartoe mijn aandacht en mijn focus naartoe getrokken wordt. Want ben je vertrouwd dat je hier kwam om te creëren. En dat eigenlijk jouw enige taak is om te ontvangen. En hoe ontvang je? Door het laten gebeuren, door het laten plaatsvinden, zodat het universum het jou kan brengen. En vaak, wanneer je dat inderdaad doet, is het nog op een veel magerische, mooiere, grotere manier dan dat jij op dit moment kan bedenken. Zo, dat was voor nu. Ik hoop dat je er weer iets aan gehad hebt. En dan zie ik je in de volgende video. Dag!